Tell me where the freaks at. Hoi, je kijkt weer naar een nieuwe Nimma TV. Gemaakt door en voor jongeren in Nijmegen. In deze uitzending, twee talenten ontmoeten elkaar. En we hebben een reportage over het Go Short Festival. En de vraag of jij liever films streamt of downloadt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nimma Top Talent. Vandaag kun je kijken naar een ontmoeting tussen Thomas Oldeheuvelink en Luca van Elderen. Allebei zijn ze schrijvers. Thomas heeft al vele succesvolle boeken op zijn naam staan en al een aantal belangrijke prijzen gewonnen. Luca is net begonnen met schrijven en volgt een cursus op de Lindenberg. Thomas en Luca hebben afgesproken in een hotelcafé in Nijmegen. Dat je een boek gaat schrijven, weet je al meteen hoe het loopt en wat er allemaal gaat gebeuren? Ja en nee. Ik heb vaak een idee, een uitgangspunt en ik ben een heel perfectionistische schrijver. Je hebt schrijvers die gaan voor zich uitschrijven, die zien wel wat er gaat gebeuren. Die laten het helemaal los. Ik wil de controle over hebben. Dus ik ga pas achter papier zitten als ik ook weet van wat de afloop is, waar het naartoe gaat. En daar hou ik mezelf enorm mee tegen. Want soms is het veel beter om het gewoon helemaal los te laten. En gewoon voor je uit te gaan schrijven en zien waar het komt. Er komen juist vanuit je onderbewuste de beste dingen van. Thomas is een schrijver van 32 jaar oud. Hij schrijft magisch realisme, horror en fantasy. Thomas was 19 jaar toen zijn eerste boek werd uitgegeven. Zijn bekendste boeken zijn Harte Sarah en Hex. Vorig jaar heeft Thomas een belangrijke prijs gewonnen voor science fiction, namelijk de Hugo Award. Heb je ook wel eens geprobeerd om ander soort genres te schrijven of is het alleen maar... Ik schrijf eigenlijk twee genres. Horror, dat zijn mijn romans meestal, zoals Hex, mijn laatste boek dan. En magisch realisme, dat is eigenlijk een beetje eraan gerelateerd. Je hebt gewoon onze wereld waar vreemde dingen in gebeuren en als het griezelig is wordt het horror. Als het meer mooi is of ontroerend of grappig wordt het magisch realisme. Echt die hard science fiction heb ik nooit geschreven. Ik heb vorig jaar de Hugo Award gewonnen in Amerika, wat zo'n beetje wereldwijd de grootste science fiction prijs is. Terwijl ik eigenlijk nooit science fiction lees of schrijf. Komt bij jou uit persoonlijke ervaringen wat je schrijft of is het echt ook allemaal op verzonnen? Nee, dat zou je niet denken bij fantasy of science fiction of zo, maar ik put ontzettend veel uit persoonlijke ervaringen. Ik heb een keer een relatiebreuk gehad, heb ik een verhaal over geschreven en dat won dus de Hugo Award vorig jaar. Maar wat ik altijd doe, ik put dan uit eigen ervaring, maar voeg er een magisch element aan toe of voeg er een metafysisch element, bijvoorbeeld die relatiebreuk die ik had. Mijn wereld stond op zijn kop. Ik heb dat letterlijk genomen in dat verhaal waar de zwaartekracht van de aarde letterlijk omdraaide, waardoor de wereld op zijn kop stond en alles van de aarde afviel. Dankjewel. Je had het over dat in je boek de wereld op zijn kop stond, dus letterlijk op zijn kop en dat alles naar beneden viel. Ja. Wat is nou het mooiste dat je geschreven hebt, vind je zelf, wat je bedacht hebt? Mijn laatste boek heb ik geschreven, Hex heet dat boek. Het speelt zich hier in Beek-Ubbergen af, hier bij Nijmegen. Dat is mijn eigen omgeving waar ik ben opgegroeid. Mijn oma woonde daar in Beek. Beek is in het boek sinds de middeleeuwen bezeten door een heks die daar rondloopt. Met haar dichtgenaaide ogen, dichtgenaaide mond. Zij komt dag en nacht, loopt door de straten van het dorp rond. En al die Beekenaren moeten omgaan met het geheim wat ze hebben, dat zij daar rondloopt. Ik vind dat een van de leukste dingen die ik heb bedacht. Omdat het juist een element, zo'n bizar element introduceert in mijn hele eigen wereld. Waar ik zelf ben opgegroeid, in mijn eigen jeugdplekken allemaal. Luca is 17 jaar en is in oktober begonnen met de eerste Schrijf Academy bij de Lindenberg. In samenwerking met het literair productiehuis Wintertuin. 7 jonge schrijftalenten werken daar in een half jaar tijd aan genres als proza, poëzie, theater en literaire non-fictie. Uiteindelijk zullen ze hun werk gaan presenteren aan het publiek. Bij de Schrijf Academy zelf een cursus gevolgd. Hoe gaat dat in zijn werk en wat heb je er van opgestoken? Vind je ook echt geïnspireerd om nou door te schrijven? Ja, vind ik wel. Ja, we zitten nu, ik wil 12 weken bezig zijn en we hebben al steeds blokjes. We krijgen steeds verschillende docenten. Ja? En het eerste blokje was proza en dan krijg je dan theater en poëzie. En ja, ik heb dus heel veel verschillende soorten schrijfstijlen en dat vind ik heel leuk, dat ik zo zelf nog niet wist. Je krijgt een heleboel dingen waar je van kan proeven, zeg maar. Ik wist wel eens goed wat ik nou het leukste had opschrijven. Ja? En dat je gewoon van alles, overal dingen leert, hoe je dat het beste kan aanpakken.
Je bent bezig met een nieuw boek. Ja, klopt. Hoe gaat dat nu? Ja, dat gaat heel goed. Ik heb net 2 maanden in Thailand gezeten waar ik heb geschreven aan het boek. Dat doe ik vaak. Ik ga me afzonderen ergens op de wereld en dan gewoon dag in dag uit alleen maar schrijven zonder enige afleiding. En dan je eentje heen? Ja, ja. Nou, ik heb een familie wonen, dus ik kon daar in het huis zitten dan. En dat is ideaal. En dat vind ik heel prettig. Dan ben ik helemaal afgesloten van de wereld. Geen afleiding, geen sociale contacten, helemaal op mijn eentje. Dan schrijf ik het meest relaxed. En het gaat heel goed. Ik ben nu bijna klaar met het nieuwe boek. Het komt dit najaar uit. En het wordt heel erg spannend vooral. En ik hou ervan om een bepaald thema te nemen uit de horror, zoals Hex dat had met hekserij. En dat op een moderne manier om te twisten. En zoals Hex dat was dus met hekserij, is dit boek dat over bezetenheid. Alleen is hier een jongen die is bezeten, alleen dan niet door een duivel of een magische kracht of een boze geest of zo, maar door natuurkracht, door een berg. Want hij is bergbeklimmer. En dat is een soort natuurkracht die bezit van hem neemt. En dat wordt heel erg gaaf en dat wordt heel spannend. Wil je meer weten over Thomas en Luca? Kijk dan op onze Facebookpagina. Daar staan ook linkjes naar hun werk. Dat was het voor deze week. Volgende week hebben we weer een toptalent en aanstormend talent voor je bij Nimma TV. Wil je meer zien van deze reportage? Ga dan naar ons YouTube kanaal voor extra materiaal. Go Short. Wij zochten onder andere de jongerenjury op. Wij zijn hier van het cultuurtestteam en wij gaan kijken hoe tof het Go Short Festival is voor jongeren. Lego! En hoe ben je hier nou precies terechtgekomen als jurylid? Ik kreeg een mailtje van CEP of ik het interessant vond om als VIP op een filmfestival te zijn. En aangezien ik films heel interessant vind en sowieso heel erg geïnteresseerd ben in evenementen, dacht ik, ik zal eens kijken. Wat houdt het Go Short Festival nou precies in? Het zijn allemaal korte filmpjes van mensen die zijn ingestuurd en ze hebben een selectie daarvan gemaakt en dat zien we allemaal nu. En wat doe je nou allemaal als zo'n jurylid? Ja, wij kijken allerlei films, allerlei categorieën, animatie, fictie, documentaires. En uiteindelijk moeten we een beslissing maken wie gaat winnen, uiteindelijk een van die films. En hoeveel films kijk je dan ongeveer? Wij kijken er 28. Wat vind je hier nou zo leuk aan om hier als jurylid te zijn? Het is heel interessant om zoveel verschillende films te zien. Gisteren hebben we er 31 gezien op één dag. En je ziet gewoon heel veel soorten stijlen, heel veel soorten genres, heel veel soorten ideeën van mensen. En dat is gewoon heel erg interessant, heel erg leuk. Ja. En wat is nou echt het tofste dat je tot nu toe hebt gezien? Heel veel verschillende films. Gewoon dat je in zo'n wereld stapt met heel veel verschillende dingen. Ja, ik denk wel van alles. Hele leuke animaties, documentaires die echt indrukwekkend zijn. Ik heb heel veel toffe dingen gezien. Wat vind je nou echt het leukste van dit evenement? Wat spreekt jou echt aan? Wat mij echt aanspreekt is de kleinschaligheid van het en de persoonlijkheid van het festival. Het is heel persoonlijk, heel klein, heel gezellig, een café. Je ontmoet heel snel de filmregisseurs, loop je ook gewoon rond en producenten. Dus je kan heel veel met mensen praten en het is echt heel gezellig gewoon vooral. Ja. Ik denk de aandacht die korte films krijgen, omdat korte films eigenlijk best wel ondergewaardeerd worden, heb ik het idee. Is het Go Short voor jouw gevoel nou echt geschikt voor jongeren? Ja, zeker. Ja, ik denk zeker. Want je kan dus naar verschillende filmblokken gaan. En je kan puur naar iets van animatie gaan of een bepaald thema, zeg maar. Ja, heel erg geschikt voor jongeren. Ik denk dat iedereen die rond de 15, 14, 13 is, wel echt moet komen. Het is heel leuk.
Zeker weten. Ja, ik denk dat het heel goed is voor jongeren om ook naar zoiets te gaan. Omdat het gewoon heel oriënterend is en van alle markten thuis. Dus je vindt jezelf hier altijd wel ergens in, denk ik. Ja, ik vind van wel. Heel veel films zijn echt leuk, maar sommige zijn wel wat heftig. Dus ik zou niet iedereen aanraden, maar meestal wel. Vanaf welke leeftijd zie jij de jongeren ongeveer? Ja, ik denk 14. Vanaf 14 jaar wel. Zijn er dan ook veel jongeren aanwezig? Ja, heel veel. Van scholen, maar ook gewoon jongeren die zelf zijn gekomen. En is dit nou ook geschikt voor jongeren die bijvoorbeeld niet zo heel erg geïnteresseerd zijn in film? Ja, op zich wel. Ik denk dat als je van films houdt, dat je er wel veel leuker zal vinden. Maar ik denk wel dat mensen die niet van films houden of die er niet zoveel veel mee hebben, dat die het ook gewoon leuk zullen hebben. Ja, ook. Want ik was vroeger niet zo heel erg bezig met films. Maar nu denk ik van toch wel iets ermee te gaan doen, want het is zo leuk en je leert er meer van. En het is niet alleen films kijken, maar het gaat ook dieper dan dat. Dus ja, ik denk, ik raad het echt aan. Ja, ik denk van wel, maar nou, je gaat wel veel films kijken, dus ja, nee, niet echt. Nou, dat was het weer voor deze keer. Wij zijn erachter gekomen dat het Go Short zeer geschikt is voor jongeren en we hopen jou volgend jaar ook te zien. Wij vroegen ons af wat jij doet. Films downloaden of streamen en dan legaal of illegaal. Yes, nummer TV, daar zijn we weer. Vandaag gaan we de stad in, gaan we mensen even lastigvallen en vragen of ze ook downloaden. Let's go! Wie ben jij? Bram. Doe jij aan downloaden, Bram? Ja, ik stream het grootste gedeelte, man. Is streamen ook downloaden? Voor zover ik weet niet, ik check gewoon op Spotify als ik wil checken. Oh, maar dat is legaal toch? Ja, volgens mij wel. Doe jij een illegaal downloaden? Nee, eigenlijk niet. Nee? Doe jij aan downloaden? Ja, qua muziek af en toe wel, ja. Ja. En wat download je dan? Vooral muziek. Vooral muziek? Ja. En illegaal muziek of legaal? Ik zou eigenlijk niet zozeer weten of dat illegaal is of legaal. Dus okay. Doe je het via torrents? Is het illegaal of is het gekocht? Nee, ik heb het niet gekocht, nee. Soms, ja, films of muziek. Wat download je het meest? Meest muziek, denk ik. Illegaal, legaal? Illegaal, ja. Illegaal. Doe jij aan downloaden? Nee, niet dat ik weet. Ja, sowieso. En jij, wie ben jij? Ik ben Yusuf, maar ik download niet meer. Nee? Nee. Waarom download jij dat? Ja, downloaden hoort gewoon, weet toch, als je op de computer zit. Download gewoon elke dag foto's, filmpjes, video's. Ja. Wat download je dan? Vooral films. Films en dan illegaal downloaden of? Ja, dat is inderdaad wel illegaal, ja. Ben je daar bang voor? Nee, op dit moment niet echt. Nee, het komt een beetje, ik denk dat heel veel mensen het doen. Ja. Op het moment dat heel veel mensen het doen is een beetje die angst om degene te zijn die opgepakt wordt of hoe zeg je dat, of een bekeuring gaat krijgen. Dus kans is natuurlijk veel kleiner, dus dan is de angst ook heel klein. Okay. Ben je bang dat je misschien een boete thuis kan krijgen of zo? Nee. Denk je dat het kan gebeuren? Het zal vast wel gebeuren, maar het is nog nooit in mijn omgeving gebeurd, zodat ik er ook bij nadenk. Het zou kunnen gebeuren. Ben je bang dat je een boete kan krijgen op de deurmatch? Nee, absoluut niet. Morgen komt jouw favoriete tape uit. Downloaden morgen of niet? Nee, streamen, man. Als morgen jouw favoriete album komt, hij is gelekt. Hij is nog niet op Netflix. Ja. Kijken of niet kijken. Ja. Ja? Ja, misschien wel. Ik weet niet, denk het wel. Ja, waarom niet, weet je? Ik bedoel, als ik hem toch echt graag zou willen zien, dan ja. Ja, ja, wel downloaden. Ja? Ja. Okay. En als morgen jouw favoriete film of liedje komt, download je die morgen? Nee, dan ga ik gewoon naar de bioscoop. Morgen komt jouw favoriete film of album uit, downloaden of niet downloaden? Ligt als zeg mijn favoriete artiest is of zo, dan koop ik het wel, maar. Maar hij is nog niet in de winkel, hij is wel te downloaden. Download of niet downloaden? Nee, dan doe ik het niet. Yes, zoals je hebt gezien, zit het een beetje gelijk. Weet je toch, mensen zijn niet echt van oké, wel downloaden, oké, niet downloaden. Sommigen zeggen ja, we downloaden wel. Sommigen zeggen we niet. En ik zou zeggen, morgen als je favoriete album er is, of je favoriete nummer, dan bepaal je dat zelf. Dus nummer TV, daar gaan we weer rustig aan. Nee, ga hem ook niet kopen. We gaan bij een vriend van mij luisteren. Zo, die hem gedownload heeft. Die hem gedownload heeft. Oh, heel slim. Zo gaan we hem spelen. Ja. Zo, Nima TV zit er weer op voor deze week. Vind je ons leuk? Geef ons dan een like op onze Facebookpagina. Tot volgende week!